Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar over autodelen en de communicatie daarvan. Fijn jullie allemaal te zien. Mijn naam is Titia Bijma. Ik ben projectleider autodelen bij CROW en we organiseren dit webinar samen met Advier en Deloitte. Een huishoudelijke mededeling vooraf. We nemen dit webinar op, zodat het achteraf ook terug is te kijken. Dus mocht je absoluut niet in beeld daarop terug willen komen, zet dan even je camera uit. Daarnaast, dit is het derde webinar van deze serie. Dus alle mensen die al eerder een van de twee webinars hebben meegemaakt, fijn om jullie weer terug te zien bij het vervolg. En voor de nieuwe mensen natuurlijk ook van harte welkom. Ik hoop dat jullie iets hebben kunnen lezen over de eerdere webinars waar dat al over is gegaan. Anders kan dat achteraf ook nog. En we zullen van dit webinar ook een terugblik schrijven om nog eens rustig terug te lezen en de presentatie terug te kunnen kijken. We hebben het dus zo gezegd al eerder gehad over autodelen. En het eerste webinar ging over waarom autodelen een goed instrument is, waar het aan bijdraagt. En het tweede webinar iets praktischer over hoe je dan je beleid vormgeeft. Bijvoorbeeld de parkeervergunningen. En vandaag het derde deel over communicatie. Ik wil graag de sprekers van vandaag aan jullie voorstellen. Als eerste komt Friso, nee, sorry, Steven van Noten, volgens mij als eerste van Deloitte België. Dan Friso Metz van Advier en Wouter de Wit van Deloitte Nederland. Zij zullen ook tijdens het webinar in de chat stand-by staan als ze niet aan het woord zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Dan het programma voor vandaag. We beginnen met een introductie, met ook een korte terugblik van waar hebben we het dan vandaag over? Welk stukje van autodelen? En waarom is die goede communicatie zo belangrijk? Dan de opmaak van het communicatieplan zelf. Daar komen of een aantal principes voorbij. Een raamwerk om te kunnen gebruiken. Nou, veel informatie om ook later nog eens rustig terug te lezen. Maar een aantal belangrijke aandachtspunten om mee te nemen bij het opzetten van je eigen communicatieplan. Dat gaat ook over de doelgroepen, dus welke groep spreek je aan op welke manier en welke kanalen kun je daarbij gebruiken. Dus we maken het zo praktisch mogelijk. En aan het eind, zoals jullie van ons gewend zijn, ruimte voor de vragen die tijdens het webinar in de chat voorbij komen of die jullie aan het einde nog willen stellen. Zoals gezegd worden een aantal vragen ook tijdens het webinar al in de chat beantwoord. En we snappen dat het lastig is om het webinar en daarnaast de discussie in de chat allebei helemaal te volgen. Dus we pikken ook de goede vragen zeg maar, er aan het eind nog even uit om rustig te bespreken plenair. Dus vooral een aanmoediging om al je vragen te stellen, zo groot of klein als ze zijn. Dan hebben we een mooi filmpje om aan jullie te laten zien. Dat spreekt denk ik vanzelf. Daarbij is het goed om even te vermelden dat de Nederlandse versie hiervan door Advier mogelijk is gemaakt. En daarna neemt Steven het woord. Veel plezier. Dat is Udo. En dat is Fred. Morgen. Ze zijn beide veel onderweg. Op de voet, fietsend of met de bus en trein. Maar soms hebben ze ook een auto nodig. Fred heeft zelf een auto. Jo, die is voor mij. En hij moet hem onderhouden. Udo chillt liever. Een auto moet af en toe gewassen worden. Dat doet Fred natuurlijk zelf. Maar de banden vervangen is lastig. Dus gaat Fred naar de garage. Oh ja, en olieververs. Dat laat hij ook doen. Wat? Ach ja, de distributie die moet ook vervangen worden. Oh, en dan is er natuurlijk nog de APK. En niet te vergeten het zoeken naar parkeerplek, de benzineprijzen checken, belastingen betalen, verzekeringen vergelijken. Maar wat doet Udo als hij een auto nodig heeft? Udo is een autodeler. Met autodelen kan Udo rijden zonder gedoe en hij bespaart ook nog eens geld. Zo heeft hij meer tijd om te chillen. Udo. Use it. Don't own it. Udo.
Friso, neem jij hier het woord? Zal ik doen. Dankjewel. Inderdaad de volgorde iets aangepast. En zoals jij aangaf net, Titia, hebben we in de eerdere webinars een aantal onderwerpen al bij de kop gepakt. Waaronder de introductie van wat is autodelen. We zijn ook op een heel aantal thema's ingegaan. Zoals samenwerking met marktaanbieders, de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, parkeerbeleid. Een heleboel thema's zijn al aan de orde geweest. Communicatie is zo'n onderwerp wat je dan al gauw als laatste doet. Zo van, oh ja, dat moet ook nog. Maar dat is wel een heel wezenlijk onderwerp. Dus daarom ben ik blij dat er heel wat mensen ook vandaag zijn aangesloten. Als je niet weet wat het is en je kent het niet, hè, dan zeggen we wel onbekend maakt onbemind, ja, dan komen dingen niet los. Gelukkig is het omgekeerde ook het geval, bekend maakt bemind. En daar is dus iets aan te doen. En vandaag gaan we dus op die communicatie in. Dan ga ik proberen naar de volgende slide te gaan. Ja, daar komt hij. Nou, en waarom is een goede communicatie nou zo belangrijk? We weten allemaal wel dat mensen, dus wij zelf ook, wij zijn gewoontedieren. We doen veel dingen uit gewoonte. En dat betekent dat als je dingen wil veranderen, hè, bijvoorbeeld hè, de trend van bezit naar gebruik, dat betekent een verandering. In plaats van auto bezitten, een auto gebruiken wanneer je dat nodig hebt, zoals we in het leuke filmpje van Udo zagen, ja, dan hebben mensen een zetje nodig. Dat gaat niet vanzelf. Dat vergt ook wat tijd. En communicatie helpt om dat in gang te brengen. Communicatie, en we hebben het al over menselijk gedrag. Dus daarom beginnen we nu ook met een aantal gedragsmodellen. Het kan heel ingewikkeld klinken, maar een aantal tools die maken het vrij behapbaar. En een hele leuke en goed begrijpelijk gedragsmodel, dat is het zogenaamde FOC Behavior Model. En in dat model zie je dat er twee belangrijke factoren zijn. De ene is de motivatie en de andere is de ability. Hè. Zijn mensen in staat om het te doen? Hè? Is het moeilijk, is het gewenste gedrag moeilijk of makkelijk? En dit model laat zien dat ja, als mensen heel, heel erg gemotiveerd zijn, hè, dan kan een bepaald gedrag heel moeilijk zijn, maar dan gaan ze het toch doen. En aan de andere kant, als de motivatie wat lager is, maar iets is heel makkelijk om te doen, ja, dan is de kans dat ze het gaan uitvoeren is ook wat groter. En als de motivatie laag is en het is moeilijk, ja, dan kun je, ja, de kans dat het dan niet gaat werken is heel groot. Er is nog een derde bouwsteen in dit plaatje en dat zijn de triggers. Mensen hebben misschien een hoge motivatie en willen het erg graag doen, maar ze komen nog niet in beweging. Hè? Ze blijven gewoon in hun eigen auto rondrijden en ze gaan niet die auto wegdoen en voortaan delen. En om dat in gang te zetten heb je dus een trigger nodig. Hè? Je moet iets in beweging brengen. En op het moment dat je een goede trigger uitdeelt, dan kan er echt gedragsverandering optreden. En dit plaatje laat de action line zien. Hè, onder die action line, hè, waar de motivatie bijvoorbeeld te laag is, of het is te moeilijk om het gedrag uit te voeren, daar werken die triggers niet. Hè, maar juist die combinatie van motivatie, de ability en die triggers, dat kan een goede kans op succes geven. En ik denk dat die triggers, hè, het in beweging brengen van autodelen, dat een hele belangrijke is. Hè, je wilt een beweging op gang brengen. Hè. Misschien is autodelen in jouw gemeente nog nauwelijks van de grond gekomen.
of misschien begint het al wat, maar is het nog niet zodanig dat grote massa's mensen eraan beginnen, zeg maar. En dat betekent dat je wilt die beweging versterken. En daar zit ook een belangrijke rol van de gemeente. En je kunt zeggen, je hebt marktpartijen die dit willen, die dit aanbieden, laat die dan communiceren. Nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar je wilt als gemeente ook uitstralen van dit willen wij. En wij willen dat dit gaat versnellen. Dat levert je ook een boel voordeel op. Want als je minder parkeerplaatsen hoeft te bouwen bijvoorbeeld, dan mensen gaan auto delen. Dan bespaart dat je ook veel geld en investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld. En dus dan, moment dat je met communicatie daar wat in kunt toevoegen, is dat ook een hele kosteneffectieve manier van mobiliteitsbeleid uitvoeren. Dus dat FOC behavior model is daarin dus heel behulpzaam om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat triggers gaan werken. En doordat je de motivatie van mensen gaat versterken of doordat je het gewenste gedrag makkelijker gaat maken. Dan is er iets wat heel belangrijk is in de wereld van gedrag en dat wordt genoemd de onbewuste beïnvloeding van mensen. Nou, klinkt een beetje eng misschien, maar heel veel van ons menselijk gedrag is onbewust. Hè. Wij zijn we zijn beperkt rationeel, zoals men dat wel zegt. En aan de ene kant is autodelen enigszins wel een rationele keuze. Hè. Je gaat nadenken van wil ik dat wel en hoe ga ik om met mijn autobezit. Maar er zit ook heel veel onbewuste beïnvloeding achter. Hè. En dat wordt wel de nudging genoemd. Hè. Hoe deel je kleine zetjes uit om mensen het gewenste gedrag te laten vertonen. En een van de bekendste nudges is Hollebolle Gijs in de Efteling. Die op dit moment denk ik vrij hongerig is. He, dit is op een leuke manier worden mensen uitgedaagd om de afval in de afvalbak te gooien en niet in het plantsoen. En, dus daar is helemaal geen argumenten of feiten van het is beter dat u dat doet. Nee, het wordt op een leuke manier gepresenteerd waardoor veel mensen dat gaan doen. In de wereld van mobiliteit hebben wij zelf ook wel eens een aantal nutjes uitgevoerd. Tijd voert te kort om dat heel uitgebreid hier toe te lichten. Maar in een stationsomgeving waren wij bezig met overlast van fout geparkeerde scooters. En hieronder zie je een vak met scooters waarin met tape wat lijntjes zijn aangebracht. Hingen allemaal borden in die stationsomgeving hoe het moest, maar niemand hield zich daaraan. En dit vak was heel rommelig, maar door gewoon lijntjes in te tekenen, reageerden mensen heel spontaan en wisten ze van hoe moeten wij ons hier gedragen. En ineens stonden alle scooters netjes. Dus dat kunnen, dat zijn voorbeelden van nutjes die heel goed werken. Nou, als ik doorga naar de volgende slide. En dan gaan we iets verder op die gedragsmodellen en daarna gaan we steeds dieper in die communicatiematerie in. Voor die onbewuste beïnvloeding is het zogenaamde gastraamwerk ook een hele praktische kapstok, waarin een heel aantal gedragsprincipes eigenlijk samenkomen. En gast staat voor gemakkelijk, aantrekkelijk, sociaal en timing. Eigenlijk sociaal is sociale invloed. Dat is een beetje misschien nog het lastigste gedragsbegrip. Ik ga ze even allemaal bij langs. Gemak is heel belangrijk. Ook om die... is iets moeilijk, dan doen mensen het niet, zagen we net. Dus maak het zo gemakkelijk mogelijk. Hele basale vraag is van, is autodelen bij mij om de hoek aanwezig? Nou, als je kunt zichtbaar maken waar in jouw gemeente de deelauto's staan, vaak is dat heel lastig om dat te ontdekken. Maar is het bij jou om de hoek aanwezig, dan is het al makkelijk. En als je laat zien aan mensen van, het is ook bij jou om de hoek, dan is dat al een factor wat het makkelijker maakt. Dat is een beetje wat je als gemeente ook kan doen.
En voor providers, ik test heel graag allemaal appjes uit enzovoort. En maak zelf ook gebruik van verschillende deelsystemen. En dan valt me op dat het soms heel moeilijk is om je aan te melden. Hè? De accounts en gebruikersnamen en wachtwoorden. En dat is soms heel ingewikkeld. En als je in dat soort dingen de draad al kwijtraakt, ja, dan denk je laat maar. Tenminste, dat denk ik dan. Dan moet je al heel graag willen om accounts werkbaar maken enzovoort. Nou, dat is misschien waar je als overheid niet zo heel veel grip op hebt, maar die is wel heel bepalend voor de gemaksfactor. En misschien als je als overheid zelf een autodeelsysteem inkoopt, kun je daar ook op sturen van, hey, beste provider, zorg nou dat het systeem makkelijk is en goed te gebruiken en dat het geen gedoe is. Dan de A van aantrekkelijk. Autodelen moet praktisch zijn. En als het helpt om de behoeften van jouw inwoners te voldoen, als het behoefte oplost van inwoners, dan kan het ergens in voorzien. En dus op het moment dat het autodelen aantrekkelijk wordt gepresenteerd, en daar kun je ook in je communicatie heel veel aan doen, en dan wordt het ook leuk. En ik merk zelf dat ik zie heel veel om me heen dat mensen moeten eerst even wennen aan het idee van, nou, het is toch wel een beetje wat anders dan we gewend zijn. En op een gegeven moment gaan mensen het echt leuk vinden van, je hebt een auto nodig en je pakt hem en je kunt daar gaan en staan waar je wil. Hè, wat met openbaar vervoer bijvoorbeeld niet kan. Hè, je hebt behoorlijk wat vrijheid. En ja, na het gebruik laat je hem achter en dan ben je er ook van af. Dat soort gevoel van vrijheid, hè, dat is een heel aantrekkelijk aspect van autodelen en van deelmobiliteit. En dan kun je goed communiceren. En sowieso om de voordelen voor het voetlicht te brengen, de voordelen die mensen misschien nog niet kennen, dat helpt om het concept goed voor het daglicht te brengen. Nou, die sociale invloed, dat gaat er eigenlijk over dat wij als mensen zijn we toch best wel kuddedieren. Dus we kijken heel erg naar wat andere mensen doen. En als niemand in jouw omgeving aan autodelen doet, ja, dan ga je dan aan beginnen. Hè, maar als je kunt laten zien dat heel veel mensen in jouw omgeving het al gaan doen, dan is dat best wel een argument. En mensen luisteren toch naar wat hun peers doen. Ik zeg even het fictieve voorbeeldje van mijn collega Axel, die een fictieve chat heeft met ene meneer M. Rutte. En ja, zo'n persoonlijke dialoog van, autodelen is handig, het is voordelig, het is gemakkelijk, het is groen en duurzaam. Ja, dat kan mensen helpen net even een duwtje geven om het te gaan proberen. Als laatste de timing, die is heel erg belangrijk bij dit soort concepten. En ik denk, we willen natuurlijk heel graag, als wij autodelen willen stimuleren, dat mensen het meteen snappen en het ook meteen gaan doen. De ervaring is dat dat soort dingen heeft tijd nodig. Dus die moet je ook nemen in de communicatie. Niet denken van in eenmalige communicatie is voldoende. Nee, zo'n boodschap moet je, het is een hele grote gedragsverandering eigenlijk. Dus dat betekent dat je die ook tijd moet nemen om die boodschap voortdurend te herhalen. Het is eerder een lange afstandsloop dan een korte sprint. En het hangt misschien ook van bepaalde factoren af. Misschien wil iemand eerst een oude auto oprijden voordat hij gaat de auto delen. Dat soort momenten zijn dus ook heel belangrijk. Eventjes door naar de volgende dia. Nou, dan hebben we een aantal leidende principes die heel belangrijk zijn in de communicatie. Als eerste het ondersteunen van de ambitie die je hebt. Als je de eerdere sessies hebt meegemaakt, dan weet je dat het belangrijk is om een ambitie of een doelstelling te formuleren. Waar willen wij naartoe met autodelen? En die ambitie kun je ook communiceren. We hebben eerder Gent als voorbeeld aangehaald. Gent heeft gezegd van, wij zijn autodeelstad. Nou, dan heel duidelijk communiceren wat je wilt zijn als gemeente. En die boodschap kun je overbrengen.
Ja, en je kunt ook communiceren naar de mate van waarin autodelen er al is in je gemeente. En hoe matuur is het? Als het in het beginstadium is, heb je andere communicatie nodig dan dat er al heel wat aanwezig is. Dus dat is wel belangrijk. In die beginfase moet je echt de eerste mensen over de streep halen. En in een latere fase ga je meer zeggen van er zijn al een heleboel mensen die het ook doen, dus doe ook mee. Nou, een duidelijk doel in je communicatie is ook van belang. En communiceren kan op verschillende manieren. Je kunt informeren, dat is heel erg zenden, van vertellen, er is autodelen. Via verschillende kanalen, bijvoorbeeld je gemeentelijke website. En je kunt ook gerichte promotieacties doen, zoals uitprobeerdagen. De dialoog aangaan met het gesprek met mensen, met buurtbewoners, van hoe zien jullie de automobiliteit en de parkeerdruk in jullie wijk bijvoorbeeld. Ja, en de hoogste vorm is misschien wel het samenwerken, dat je samen met partijen gaat kijken van hoe kunnen we hier nou vorm en inhoud aan geven. Het derde principe is het benoemen van de waarde, eerder al aangegeven. Benadruk de toegevoegde waarde van autodelen voor verschillende doelgroepen. Ook het geven van de basisinformatie. Want mensen zijn vaak nog onbekend. Dus die basis van wat is het nou, wat zijn nu de voordelen, die zijn heel belangrijk. Nou, vierde principe is het betrekken van de aanbieders. Die hebben vaak ook ideeën van hoe kun je de boodschap voor het voetlicht brengen. Wat zijn belangrijke triggers voor mensen? En die aanbieders hebben natuurlijk hun eigen kanalen, maar hebben er ook belang bij dat je als gemeente het goed voor het voetlicht brengt. En die kunnen vaak ook op een hele praktische manier samenwerken in acties, kortingscodes, dat soort zaken. Voldoende ervaring mee. Dus die kunnen je ook helpen aan goede ideeën. En het laatste principe is de herkenbaarheid op straat. Dat is een hele belangrijke, want die zichtbaarheid op het moment dat je ziet van het is bij mij in de buurt, die maakt toch wel dat je... Je komt het tegen. In de stad waar ik woon zijn sinds kort deelscooters. Nou, die zie je ineens overal. Ze vallen op en gaan nadenken van wat is dit en is dit iets voor mij? En bij autodelen zien we dat absoluut nog beter kan. Veel gemeenten hebben een bordje autodate op de parkeerbord staan. Nou, dat woord dat komt nergens voor. Kun je op Google ook niet vinden wat is dat. Dus dat geeft ook een beetje de verkeerde boodschap. Er is geen link naar meer informatie of websites enzovoort. Dus hoe maak je nou die deelauto goed zichtbaar in het straatbeeld? En bijvoorbeeld door een goed zichtbare mobi-punt of hub te ontwikkelen. Of door de iconen of pictogrammen van deelmobiliteit te gebruiken. Die zijn in het internationale project Share North ontwikkeld. Zijn ook vrij te downloaden en te gebruiken of in eigen kleur van je gemeente te gebruiken. Dus op de website van sharenorth.eu zijn die gratis te vinden en te gebruiken. En Den Haag heeft dat al gedaan door op iedere deelautoplek een tegel aan te brengen. Dan zijn we bij dia 12 en die neem ik ook nog mee. En daarna gaat, als het goed is, Steven het van mij overnemen. Nog een paar korte aandachtspunten. Zeg maar, dat zijn de introductie tot autodelen, het communiceren van het actieplan en het communiceren over gebruik. Ik had het net al over de basisantwoorden, de basisfeiten, basiskennis. Communiceer bijvoorbeeld over hele basale vragen van wat is nou autodelen en waarom vind je het als gemeente nou belangrijk? Wat zijn de voordelen voor de burgers en bewoners? Ja, en wat moet je doen om in te stappen? Dus echt die basisvragen. Een stapje verder, dat zijn misschien ook partijen waar je iets dieper mee kunt gaan. Dat zijn de verschillende stakeholders in jouw gemeente. Bewonersgroepen, buurtcomité's die iets willen, actiegroepen, ook aanbieders, misschien milieugroepen of zo. Dan kun je echt mee in gesprek gaan van wat willen wij nou als gemeente en hoe kunnen jullie daaraan bijdragen en hoe kunnen we dat samen doen?
Ja, en dan nog even als laatste dat gebruik. Ik krijg heel vaak de vraag van wie is nou de doelgroep van autodelen? Dat is niet een vaststaand gegeven van dit is nu de doelgroep. Hè, want die doelgroep is heel erg aan het groeien en er komen steeds nieuwe doelgroepen bij. Je zit nu nog wel redelijk in de fase van de early adopters zijn het inderdaad. Mensen die vrij vooraan staan met iets nieuws beginnen enzovoort, zijn vaak de hoger opgeleide mensen in steden. En je wilt dat die groep het echt gaat doen en daarna ook de grote massa gaat bereiken. En je zit nog een beetje in die beginfase. Het is nog echt niet iets wat iedereen nu meteen gaat doen. Maar die groep van early adapters kun je heel goed gebruiken om de volgende groep mensen ook te enthousiasmeren. Dus die mensen die doen het al en die vertellen het is leuk. En hoe kun je die groep benutten en de mensen die ermee experimenteren en beginnen om positieve ervaringen te delen en een bredere kring van mensen te interesseren in het concept. Daar wou ik het eventjes bij laten voor nu. En dan geef ik graag het stokje over aan Steven. Ja, dankjewel Friso. Het volgende deel in de presentatie, en ik hoop dat het lukt met het overdragen van de slides, gaat rond het communiceren op maat van doelgroepen. Je kan heel algemeen communiceren, maar je kan ook op maat van specifieke doelgroepen gaan communiceren. Doelgroepen kan je op allerlei manieren gaan invullen. We hebben hier op de linkse kant een voorbeeldje gegeven, maar dat is zeker niet de enige manier om het in te vullen. Of het kan uiteraard op allerlei andere, of je kan actoren in andere componenten steken. Wat we hier proberen te doen in de doelgroepenmatrix die we presenteren, is om een idee te geven naar de doelgroepen waar je voornamelijk op moet gaan focussen. Concreet zien we bijvoorbeeld dat de doelgroep rechts onderaan vaak nog wel een doelgroep is die beïnvloedbaar kan zijn om de deelauto te gaan gebruiken in hun mobiliteitsgedrag. Gezinnen met twee auto's of meer auto's zijn vaak meer bereid om de tweede auto op te geven dan bijvoorbeeld een gezin met één auto. En om die vrijheid, het gevoel van vrijheid om ten alle tijde een auto te beschikken te hebben, bij twee wagens in het gezin minder speelt dan als je maar één wagen hebt. Dan kan je bijvoorbeeld de jongste teller van het gezin die net een rijbewijs heeft, kan dan beroep doen op een deelauto, terwijl mama of papa met de eigen wagen gaan werken is. Anderen zijn bijvoorbeeld nog de pendelaars of dagtoeristen die vaak naar een gemeente komen, misschien met het openbaar vervoer. En dat je eigenlijk hen de optie geeft om de deelauto te gebruiken om in last mile naar een locatie in de gemeente, bijvoorbeeld een artistieke locatie of een historische locatie, kunnen zij dan per deelauto afleggen. En zij zijn dan ook wel beïnvloedbaar als zij weten natuurlijk dat er een deelauto voorhanden is. Hè. Dus dan is het belangrijk dat je ook voor die dagtoeristen of die pendelaars ook wel goed communiceert hoe en wat het deelmobiliteit in de gemeente net betreft. In het rechtsboven kwadrant bijvoorbeeld zie je jongeren staan. Jongeren zijn een doelgroep die vaak zelf gaan experimenteren naar deelmobiliteit. Zij zijn minder, jongeren hechten minder belang aan het bezit van een auto, maar meer van de vrijheid om zich ten allen tijde op het gepaste moment of op de gepaste wijze te gaan vervoeren of verplaatsen. Dus zij gaan zelf al wel die deelauto gaan exploreren. Dus het is meer om hen te informeren van wat er net speelt, dan dat je net gaat moeten zorgen dat zij echt gaan overtuigd worden. En dan heb je bijvoorbeeld ook doelgroepen die niet beïnvloedbaar zijn of weinig beïnvloedbaar zijn, of die zichzelf gaan informeren. Scholieren bijvoorbeeld hebben vaak geen auto of rijbewijs ter beschikking, dus daar moet je minder op gaan inzetten. Personen met een leasingwagen gaan zelf vaak al het onderzoek ook doen naar welke mobiliteitskeuzes heb ik net. Ze hebben al heel bewust gekozen voor een leasingwagen en niet een echte privéwagen te hebben. Dus zij zullen vaak zelf ook het onderzoek doen of een deelauto al dan niet aantrekkelijker is dan een leasingwagen of een persoonlijke wagen. En dat combineren met een andere body. En links onderaan tenslotte heb je nog doelgroepen die vaak heel weinig beïnvloedbaar zijn. En daar kijk je naar werknemers of bedrijven met een leasewagen of een bedrijfswagen. Mensen die van het werk zelf een auto ter beschikking krijgen, gaan vaak minder snel overslaan of omslagen naar een deelauto te gebruiken. Gezinnen met maximaal één auto, zoals gezegd, zij gaan een soort van
sleutel achter de, of een stok achter de deur willen hebben met die wagen toch aan te houden, zodat ze ten alle tijde naar ergens zich kunnen verplaatsen. En dan ouderen zonder rijbewijs en of minder goede motoriek. Zij gaan meestal beroep doen op alternatieve modi met chauffeur om zich te verplaatsen. Wederom, die matrix kan je vrij invullen naar gelang hoe dat je het zelf ziet en wat ook de beleidskeuzes zijn in de gemeenten. Maar dit is een eerste voorstel die jullie misschien op weg kan zetten. Je kan bijvoorbeeld ook doelgroepen gaan identificeren op basis van locaties. Locaties waar net deelauto's zijn toegevoegd aan het aanbod of waar bijvoorbeeld een heel laag gebruik is, ondanks dat er wel deelauto's ter beschikking zijn. Dus daar kan je eigenlijk ook op gaan inspelen om een geografische doelgroepenmatrix gaan op te stellen. Als je je doelgroepen hebt bepaald, is het ook soms interessant of aangewezen om personas te maken. Personas zijn eigenlijk fictieve voorbeelden of personen die eigenlijk een onderdeel gaan uitmaken van je doelgroep om die doelgroep ook beter te gaan verstaan. En wat is de leefsituatie van een bepaald persoon? Wat zijn verplaatsingsnoden en behoeftes? Wat zijn voor die specifieke persoon de eventuele voordelen van deelauto's? Wat zijn eventuele moeilijke punten die zij moeten overwinnen om die deelauto te gebruiken? Enzovoort enzovoort. En ook specifiek naar communicatie van hoe kunnen we die personen in die doelgroep gaan bereiken? En we weten, en dat gaat Wouter later in de sessie nog toelichten, jongeren zijn vaker actief op sociale media, dus gaan waarschijnlijk die bron meer gaan gebruiken om zich te informeren over van allerlei zaken ten opzichte van ouderen die misschien meer van informatieavonden hebben of via de krant of andere magazines zich gaan informeren. En dus dat is een beetje die extra inzichten dat je daar wilt gaan capteren door een fictief persoon te plaatsen, zodat je dat echt goed kan begrijpen. In de toolkit staat ook een link vermeld naar een bron met meer dan 100 personas die opgesteld zijn, waar je ook wel vrij beroep op kan doen. Als we kijken dan naar de volgende slide, zien we bijvoorbeeld ook dat je moet communiceren op het gepaste moment. Ja, dus dat is eigenlijk nog een tweede facet. Je kan dat doen op 5 verschillende manieren. Eigenlijk eerst en vooral nieuwe beleidsmaatregelen. Dan kijken we bijvoorbeeld als wij het parkeerbeleid in de gemeente gaan wijzigen. Dan kan je daar gaan inzetten dat ook, we gaan bijvoorbeeld betaald parkeren creëren, dat er uiteraard ook deelauto's ter beschikking zijn die zich gratis gaan parkeren, zodat je eigenlijk ook weer een incentive geeft om misschien die omslag te maken naar een deelauto. Of bijvoorbeeld bij het implementeren van een lage emissiezone in stedelijke gebieden. Dat kan bijvoorbeeld ook een moment zijn om te communiceren van kijk, die deelauto's gaan altijd toegang hebben tot de lage emissiezone. En als je dan een vervuilende wagen hebt, kan dat misschien een incentive zijn om ook die wagen weg te laten en meer beroep te gaan doen op die deelauto. Life-changing moments, daar kunnen er een paar zijn. De meest voorhand liggende is bijvoorbeeld als mensen verhuizen naar een nieuwe gemeente, kan je hen communiceren over wat de gemeente het inhoudt, maar ook dat er een deelauto-aanbod is. En mogelijk kan je hen daarmee overtuigen om volledig te gaan kiezen voor openbaar vervoer in combinatie met deelmobiliteit en in het bijzonder deelauto. Maar je kan bijvoorbeeld ook gaan communiceren als mensen een rijbewijs halen. Rijbewijzen, dat zijn meestal mensen zonder eigen wagen die beroep doen op de auto van de ouders. Daar is natuurlijk een heel mooie casus om hen te informeren van kijk, je hebt nu rijbewijs gehad, er zijn deelauto's voorhanden, zodat je eigenlijk op elk moment van elke dag jezelf kan verplaatsen met een auto. Hè. Je kan niet met de auto rijden, dus dat is eigenlijk een optie, zodat je niet steeds moet terugvallen op de auto van de wagen. Een derde facet is de lancering van nieuwe deelauto's. Is het interessant natuurlijk om dat kenbaar te maken, hè, dat mensen ook weten dat er nieuwe deelauto's ter beschikking zijn. Dus dat is zeker naar de buurbewoners van die deelauto, maar ook naar een breder publiek, dat je gaat communiceren van kijk, onze gemeente zet in op deelauto's, we hebben een goede dekking, je kan jezelf goed verplaatsen in de gemeente door beroep te doen op deelauto, laat die eigen wagen thuis of achterwege. En dat kan je ook doen bij bijvoorbeeld nieuwe nieuwe bouwprojecten, die zich in de gemeenten ontwikkelen. Ja, je kan daar gaan zeggen, we gaan altijd privéauto's parkeervergunningen geven. Je kan ook gaan zeggen, kijk, het aantal parkeervergunningen dat we uitreiken gaat gelimiteerd worden. En we willen eigenlijk een soort van push geven om toch die deelauto te gaan positioneren als sterke modi om zich te verplaatsen. En tot slot, verandering in de openbare ruimte. Als je een hele herinrichting gaat doen van je centrum bijvoorbeeld, of je gaat je aantal parkeerplaatsen sterk terugdringen, kan je ook wel het nut of de toegevoegde waarde van de deelauto gaan versterken door er extra gaan over te communiceren dat die deelauto toch altijd de parkeerplaats nog voorhanden heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de persoonlijke wagen waar je dan verder mee moet gaan stappen.
Dat zijn eigenlijk vier momenten waar je heel goed kan op communiceren of wat aangewezen is om te communiceren rond deelauto's. En laatst is eigenlijk ook dat je promoties of incentives gaat geven naar je doelgroepen. Laat bijvoorbeeld gemeenten, laat de inwoners van de gemeenten het doel deelauto gratis gaan ontdekken en geven een soort krediet waarmee ze aan de slag kunnen om eens, ja, een testrit te maken om te kijken, is dit nu iets voor mij? Is het systeem makkelijk te gebruiken? Ja, dan nee. Je kan ook bijvoorbeeld incentives geven als mensen hun parkeervergunning niet hernieuwen of als zij zeggen van ik heb mijn auto net verkocht en we hebben er geen nieuwe gekocht. Dat zij bijvoorbeeld een extra krediet krijgen om die deelauto's te gaan gebruiken. En bijvoorbeeld ook als je zegt van we hebben een goede samenwerking met een deelauto-aanbieder, dat je een soort van coupon kan krijgen als je bijvoorbeeld 100 kilometer met een deelauto hebt afgelegd. Ben je bij een lokale handelaar en dan stimuleer je ook de lokale economie. Dan bijvoorbeeld een kortingsbonnetje krijgt of dat je daar een leuk cadeau krijgt dat de handelaar dan eigenlijk in de spotlight ook plaatst, wat altijd leuk ook is voor de handelaar zelf. Dat zijn een paar ideeën die je kan gaan doen om ook wat financieel mensen te gaan duwen in de richting van deelauto's te gaan exploreren en gebruik van te maken. En dan als mijn slides meer willen. Dan een laatste nog is natuurlijk ook, ja, communicatie gebruiken wij ook voor de weerstand af te bouwen. En mensen zijn, zoals Friso net ook zei, gewoontedieren. Ze gaan niet altijd zomaar in het ijle springen of in het onbekende springen om iets nieuws te testen. En daar heb je eigenlijk drie facetten in. Het eerste is reactance. Daar ga je eigenlijk aan kijken van, mensen hebben niet graag controleverlies. Ze willen graag alles in eigen handen hebben. Ze willen eigenlijk altijd zich eigen maken van de situatie, zonder dat ze te veel gestuurd worden, zonder dat ze te veel onder druk worden gezet om hun gedrag te wijzigen. Dat gaan ze bijvoorbeeld zien dat zij op vlak van auto's, willen ze eigenlijk altijd die auto ter beschikking hebben, hun eigen persoonlijke wagen, dat ze weten als ik om 6 uur 's morgens of om 12 uur 's middags vertrek, ik heb mijn auto ter beschikking. En dat gaat vaak bij mensen een drempel zijn die ze niet zomaar willen opgeven, dat ze moeten afhangen van een deelauto die al dan niet beschikbaar zou moeten zijn. Dat is een eerste stap die je ook moet gaan aan die mensen, moet gaan aangeven van kijk, die deelauto gaat heel vaak toch toegankelijk zijn of er is een terugvalmechanisme waar je toch nog altijd jezelf kan verplaatsen met een deelauto. En dat kan bijvoorbeeld door de garantie geven dat een deelautoaanbieder toch nog altijd een noodauto ter beschikking heeft in uiterste gevallen. Of dat bijvoorbeeld de auto van de buren, van familieleden of van anderen in de omgeving ook altijd ter beschikking is in uiterste gevallen. Sceptisme, dat gaat meer over van, we gaan iets vertellen aan de mensen, maar de mensen gaan het niet geloven. Dus dat is iets van fake news, is een trendy thing na het Trump-gegeven dat we hebben gehad. Mensen gaan altijd op hun hoede zijn als wij iets gaan vertellen. Ze gaan niet zomaar geloven dat een deelauto financieel voordelig kan zijn of dat die milieuvoordelen heeft. Ze gaan dat moeten zien. Ze gaan moeten ervaren, want dat is inderdaad het geval. Ik ga, en zoals Friso ook zegt, als je gaat communiceren over het gebruik van die deelauto, dat er mensen effectief gebruik van maken, dan ga je hopelijk ook dat sceptisme wat afbouwen, dat mensen eigenlijk hun onwetendheid of een gebrek aan ervaring rond deelauto's gaan omzetten naar ik wil eens gaan exploreren en gaan ervaren wat een deelauto net is en een beetje wennen aan dat onbekende. Wat geeft dat nu als ik in een deelauto wil gebruiken? Hoe moet ik dat gaan gebruiken? En dan ga je proberen om dat ongeloof naar dat nieuwe ding, naar die nieuwe deelauto, gaan af te brokkelen en dat mensen dat zich gaan eigen maken of dat ze toch de voordelen van die deelauto gaan ervaren en gaan ook geloven wat wij hier aankondigen. En tot slot heb je eigenlijk inertie. Ja, waarom moet ik in godsnaam vervangen? Hè? Alles loopt goed vandaag de dag. Waarom zou ik in godsnaam mijn eigen wagen moeten opofferen voor een deelauto? Dat is eigenlijk het typische wat wij zien. Hè, van waarom veranderen als het goed loopt? En daar is het de moeilijkste stap van allemaal. En dus je gaat echt mensen met moeten gaan overtuigen dat die verandering echt wel een voordeel kan opleveren in hun dagelijks gebruik. Hè. Bijvoorbeeld het financieel is daar één aspect van. Dat je dat een deelauto, zoals het filmpje van Udo ook laat zien, dat je echt wel financieel voordeliger bent, dat je minder zorgen hebt ten opzichte van een eigen auto. Wat als die in pannen valt of als die stuk is? Ja, als dat een deelauto is, dat wordt opgelost door de deelauto-aanbieder. Als dat jouw eigen wagen is, moet je daar zelf het nodige voor doen. Dus dat zijn allerlei zaken die je eigenlijk moet gaan doen om te gaan zeggen van kijk, probeer toch die deelauto eens te gaan onderzoeken, is dat iets voor mij, is dat niet iets voor mij? En dat je zo eigenlijk mensen gaat gaan laten herkennen dat eigenlijk die deelauto toch de positieve voordelen heeft
ten opzichte van het huidige. En dat ze eigenlijk kunnen vooruitgaan als ze hun huidige situatie aanpassen naar het gebruik van die deelauto en die deelauto gaan incorporeren in die nieuwe dagelijkse gedrag. Dus dat is een beetje waar dat we hier in deze drie fases, gaan we het even noemen, op willen inzetten, zodat mensen eigenlijk van onwetendheid gaan evolueren naar het effectief gaan incorporeren van die deelauto in hun dagelijks gedrag. En met deze laatste woord geef ik het woord aan Wouter, die nog verder rond communicatiekanalen zal communiceren. Ja, dank Steven. Want de volgende vraag is dan welke communicatiekanalen kun je dan gebruiken om autodata te promoten? Als jij hem even naar de volgende slide zou kunnen plaatsen, top. Daar gaan we ook verder op in de toolkit autodelen die ook binnenkort op de CRW-website wordt geplaatst. En dan gaan we uitbreiden in op de voor- en nadelen van de verschillende communicatiekanalen die beschikbaar zijn, de doelgroepen waarvoor ze effectief zijn. En Steven haalt aan, ook de momenten waarop ze effectief zijn belangrijk. Je kan simpel gezegd natuurlijk traditionele kanalen en de digitale kanalen onderscheiden. City dressing is een logische promotie in de openbare ruimte van de gemeente, bijvoorbeeld billboards, vlaggen, opvallende reclameobjecten. Als je het goed doet, dan kan die promotie ook zorgen voor gratis publiciteit, bijvoorbeeld in de lokale media en op social media. Voordeel is natuurlijk dat daardoor eigenlijk vrijwel elke doelgroep bereikt wordt en elke leeftijdscategorie. Nadeel is dat natuurlijk wel mensen zijn die er ook daadwerkelijk langs moeten komen, dus in de directe omgeving. Dus belangrijk is natuurlijk om dat dan op strategische plekken te selecteren, dus waar potentiële autodelers ook waarschijnlijk zullen komen. Dus bijvoorbeeld nabij mobipunten, mobiliteitshubs of treinstations. En daarnaast is printmateriaal effectief. Dus dat kan zijn folders, flyers, brochures. Zijn er verschillende vormen voor beschikbaar. Belangrijk is, en dat geldt ook wel voor die city dressing, om ook hier te zorgen dat de huisstijl en de herkenbaarheid eenduidig is. Zodat dat ook een herkenning oplevert bij de potentiële doelgroep. Het nadeel is natuurlijk van printmateriaal dat veel mensen liever geen reclame ontvangen. Dus het is handig om het op gerichte momenten uit te delen. Steven noemde al een paar goede voorbeelden. Als mensen hun rijbewijs kunnen komen ophalen, kan je een flyertje meegeven bij het aanvragen of verlenging van de parkeervergunning bijvoorbeeld. Een jaarlijkse brief over de parkeertarieven. Een brief kan natuurlijk ook een e-mail zijn. Dan gaan we al naar een digitale, maar dat zijn allemaal unieke contactmomenten tussen gemeente en deelautoaanbieders die je natuurlijk daarvoor kunt gebruiken. En op die flyers, nog een brugje naar digitale, kun je ook al verwijzing maken naar de website. Liefst ook met een QR-code, zodat mensen ook direct naar de website kunnen navigeren met een telefoon. Dat zal met name misschien de jongere doelgroep zijn, maar een website is natuurlijk sowieso eigenlijk een kanaal wat vrijwel voor alle doelgroepen een hele goede is. En eigenlijk voor iedere gemeente eigenlijk handig is. Je kunt dan makkelijk filmpjes plaatsen over hoe autodelen werkt en welke voordelen het zijn. Veel pakkendere manier om informatie over te brengen. Het is heel informatief. Je kan andere links en nuttige informatie doorlinken. En het is laagdrempelig en er wordt eigenlijk geen persoonlijke informatie van gebruikers gevraagd. En het opmaken en bouwen van een website is ook relatief goedkoop vergeleken met andere kanalen. Social media is daar het verlengde van natuurlijk. Ook een goedkope manier om autodelen bekend te maken onder het breed publiek. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Je hebt een groot bereik, zeker als je de post promoot. Het kan betaald, maar ook onbetaald. En als je vanuit de organisatie ook de post laat delen, dan wordt het bereik natuurlijk nog groter. En hetzelfde geldt voor het gebruik van slimme hashtag. En dat kan zijn bepaalde acties, maar het kan ook zijn informatieve zaken. Friso die haalt het al aan. Als gemeente, als je staat voor autodelen en je wil daar ook echt op in gaan zetten, dan kun je ook dat soort posts natuurlijk delen. En dat kan ook zijn om successen te delen. Bijvoorbeeld, we hebben dit jaar zoveel nieuwe deelauto's, of we staan bovenaan bij de CRW autodelenlijstjes. Dat zijn allemaal dingen, manieren om dat onder de aandacht te brengen. Als je naar de volgende slide kan, Steven. Je noemde hem al even, en het is ook een logische, dat natuurlijk afhankelijk van de doelgroep je het juiste communicatiekanaal moet kiezen. Hier gaan we op de communicatie toolkit wat uitgebreider in, maar voor iedereen zal dit heel logisch klinken, dat jongeren bijvoorbeeld gemiddeld 6,5 uur per dag spenderen aan
dan social media. En de 60-plussers zitten ongeveer 200 minuten per dag luisteren naar de radio. Dat blijkt uit onderzoek. Dus het is logisch dat je per doelgroep het juiste communicatiekanaal kiest. En in het communicatietoolkit gaan we daar ook wat verder op in. Het gaat hier niet alleen om leeftijd, maar als je vanuit de gemeentelijke doelstelling bijvoorbeeld ook een bepaalde doelgroep wil bereiken, bijvoorbeeld een groep met een vervoerzame moeder die in een buitenwijk woont, is het ook belangrijk om een beetje marktonderzoek te doen, dat je beter begrijpt hoe je die doelgroep dan ook via welk kanaal het beste kan bereiken en op welke voice of tone het beste aanslaat. En daar zijn eigenlijk ook allemaal hulpmiddelen voor. En dan ga ik meteen naar de laatste slide. Friso heeft al de Share North schablonen en ook de iconen gedeeld. Die zijn ook allemaal vrij te gebruiken, hè, Friso. En datzelfde geldt voor de website autodelen.info. Daar zijn heel veel afbeeldingen die vrij te gebruiken zijn. Daarnaast, het filmpje van Udo is al voorbij gekomen, maar er zijn vanuit verschillende bronnen hele informatieve en pakkende filmpjes. Hier zijn er een aantal genoemd. In de CRW Toolkit staan er nog een aantal online. ANWB, Consumentenbond, Milieu Centraal. Onze toolkit die wordt dus binnenkort online gezet. En daarnaast staan er op de CRW-website nog een aantal goede voorbeelden. Hoe beïnvloed je autodelen en het reisgedrag? Wie willen autodelen? En vanuit Share North is er ook veel materiaal beschikbaar. En waarschijnlijk zijn er vanuit jullie ook nog wel goede voorbeelden. Dus als dat zo is, dan horen we het graag. Dan kan je het delen met ons en de CROW. Dan kunnen we die ook nog toevoegen aan de toolkit als linkje. En het kan ook nu tijdens de vragen en de discussie. Dus daarvoor geef ik het woord weer aan Tietje. Hartelijk dank alle voor jullie verhaal. Er kwamen al mooie dingen in de chat voorbij. Ik wil nog even voor de helderheid noemen dat de toolkit autodelen die we steeds noemen staat al online. En het communicatiestukje daarvan wordt nog binnenkort geüpdate, zoals gezegd. Als eerst even terug naar het nutje van het begin. Van waarom die communicatie en op welke manier dan? De vraag van Gitte Lammers, hoe stap je nou over van nudging naar de volgende? Wanneer maak je die stap? Of zou het misschien juist een pakket moeten zijn van verschillende maatregelen gelijk aan het begin? Hoe pak je dat aan? Friso, zou ik jou daarvoor het woord geven? Ja, een goede vraag. En kijk, nudging is één van de manieren van gedragsbeïnvloeding die vooral op die onbewuste kant aangrijpt. Ik denk dat daar een heleboel zaken in zitten die je in ieder geval moet doen. Die sociale invloed bijvoorbeeld, zorg dat mensen er met elkaar over gaan praten. Dat zijn hele interessante zaken. Hè? Die timing benutten. Nou, dat zijn denk ik dingen die je altijd moet doen. Kijk, als je gaat. We hebben het misschien niet eens zo uitgebreid nu over gehad. Maar op een gegeven moment kun je ook zeggen van als je als gemeente wat een groter communicatiebudget hebt. En dan kun je ook naar de wat zwaardere incentives toe gaan. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet dat weer. Ik denk misschien wel 10 jaar geleden heeft de gemeente Amsterdam. Inwoners een geldbedrag gegeven als ze hun parkeervergunning inleverden. Nou, en dan moet je maar net het budget hebben om iedereen die dat doet bijvoorbeeld €300 te geven, of die geef je een OV of een Maas of deelauto te goed. Of je hebt sommige grotere steden die werken met een sloopregeling. Nou, als je een oude dieselauto inlevert, dan krijg je een schone auto terug. Ja, maar dan is het nog steeds wel een auto, hè. Waarom geven die mensen niet in plaats van, waarom wil je niet dat ze voorgoed hun auto wegdoen? Door ze een deelaanbod te doen. Ja, kijk, dat zijn de wat zwaardere incentives die uiteraard wel heel krachtig kunnen zijn. Dus als je de kans hebt en het budget om dat soort dingen te doen, is dat heel mooi. Tegelijkertijd. Zien we ook van verschillende voorbeelden dat er niet altijd dat soort grof geschut nodig is. Hè? Kleine dingetjes om een groep in beweging te krijgen. Of te zorgen dat een deelauto in een buitenwijk wat gestimuleerd wordt. Omdat het in de binnenstad wel loopt, maar daarbuiten nog niet echt. Ja, dat zijn soms de kleine dingetjes.
Dus ja, ik zou zeggen, begin bij die kleine dingetjes. Ga communiceren. De voorbeeldjes die Wouter aangaf, een gemeentepagina en een website. Het hoeven niet allemaal meteen de dure en de fancy dingen te zijn, maar begin vooral. En ja, afhankelijk van de ambities en budgetten die er zijn, bouw het uit. Ja, het is vooral kijken wat er mogelijk is, wat aansluit bij de doelgroep. En zorgen dat je op verschillende manieren die doelgroep kunt bereiken. Ja, ja. Ja, en als je weinig budget hebt, is misschien de valkuil dat je denkt, ik heb die grote dingen niet en ik heb geen groot budget. Maar het kan soms zo simpel zijn. Ik zag in de chat wat zaken over een rijbewijs enzovoort. Pak die momenten. Het hoeft niet duur te zijn en ook niet ingewikkeld. Klopt. Dan hebben we het natuurlijk vooral gehad over de auto deelstimuleerkant. Maar aan de andere kant kun je ook juist ontmoedigen om een eigen auto te hebben. Dus meer de wortel en de stokkant. Wouter, jij vertelde al iets in de chat over wat je kan doen in ruimtelijke ontwikkeling om juist die privéauto ook wat... ik wil niet zeggen autootje pesten, maar wel om die aan de andere kant ook wat minder naar voren te schuiven. Ja, autootje pesten kan inderdaad ook heel effectief zijn, maar inderdaad nudging, dus wat subtielere manier. Wat je nu ziet in een aantal gebiedsontwikkeling is dat de privéauto's inderdaad uit het zicht worden geplaatst, soms ondergronds. En het helpt natuurlijk als je iedere dag langs een deelauto staat, loopt naar je eigen auto toe of een deelfiets. Dan word je er toch van bewust dat dichterbij is en dat die er staat. Die zichtbaarheid van die deelauto blijkt ook uit onderzoek, die is ook heel belangrijk. Ja, dus juist ook weer die combinatie van verschillende factoren. Aan de ene kant die deelauto naar voren brengen en aan de andere kant de privéauto misschien soms iets minder voordelen geven. Ja, en dat is dan de fysieke zichtbaarheid, wat je ook ziet in nieuwe gebiedsontwikkeling, met name in de grotere steden speelt dat, maar dat ook echt als er bij zo'n nieuwe, bijvoorbeeld nieuw gebouw, dat het ook echt wordt gepromoot als onderdeel van het hele woonconcept. Dus dat het, je koopt een appartement en daar zit een onderdeel daarvan, is dat er een aanbod aan deelmobiliteit is. En dat wordt ook ingespeeld op de specifieke behoeften van die doelgroep, dat meer een, dat duurzaam reizen en duurzaam leven past daarbij, bij het concept. En dat je dus ook specifiek daarvoor kiest. En wat je er soms ook voor terug kan krijgen. Het hoeft niet alleen de steden te zijn. Maar een voorbeeld is Kylo. Wat een vrij landelijke gebiedsontwikkeling is. Dat je daarvoor terug kan krijgen. Dat ook betekent dat er veel meer groen. En ruimtelijk kwalitatief. Of hoge kwaliteit er ook maar ruimte is. Dus dan krijg je meer een bungalowpark achter omgeving. En als je dat goed communiceert. Dan snappen mensen ook dat betekent. Dat ze misschien soms iets verder moeten lopen dan hun eigen auto toe. Ja. Dus dat totaalplaatje en het persoonlijke voordeel ook daarin, denk ik. Ik was ook wel benieuwd, het mooie voorbeeld wat in de chat voorbij kwam van Alexandra en Stephanie, geloof ik, uit België met de rijbewijzen, om daarin alvast kennis te laten maken met een deelauto. Zou een van jullie daar misschien iets over willen toelichten, hoe dat bij jullie gebeurt? Ja, ik weet niet, Alexandra, hoe het in Mechelen precies is met de Cambio-wagens. Maar ik weet in ieder geval, Cambio die stelt deelauto's ter beschikking om te leren autorijden. Want het is eigenlijk wel belangrijk. Jongeren beginnen ook meer en meer uit te stellen om hun rijbewijs te halen. Het wordt heel duur in België om een rijbewijs te halen. En het is eigenlijk ook bijna soms onmogelijk om gewoon een auto te vinden om dan te oefenen met autorijden. Dus in die zin is het toch wel belangrijk. We merken bij aanbieders dat er toch wel hogere drempels zijn voor jongeren. Terwijl dat het eigenlijk, we hebben dat in die webinar nu ook gezien, dat het eigenlijk wel een goede doelgroep is om te bereiken. Hè? Want zij zijn onze toekomst. Dus in die zin zou het eigenlijk beter zijn om, maar dan zitten we waarschijnlijk met een verzekeringsvraagstuk, om toch wel de minimumleeftijdsgrens voor jongeren niet te hoog te maken. En ook uw aantal jaren dat je rijbewijs moet hebben, om dat zo laag mogelijk te maken. En in het beste geval inderdaad om een voorlopig rijbewijs met deelauto's te kunnen rijden. De Gage, dat is een particulier autodeelsysteem in België. Daar is het effectief mogelijk om met een voorlopig rijbewijs te leren autorijden.
En we merken effectief in de praktijk daar dat dat geen problemen oplevert eigenlijk. Het is wel mogelijk vanuit de eigenaar om dat te weigeren, maar de meesten weigeren dat eigenlijk niet, omdat ze merken dat er in praktijk voorzichtig mee gereden wordt. Ja, nou, mooi om te horen. En dat is inderdaad zo'n goed instapmoment om bij zo'n life-changing event daarbij aan te haken. Ja, en ik weet de komende jaren, Stad Gent gaat effectief bij een vervolgcampagne een vibe rond jongeren doen. Dus dan gaat er ook samen met de aanbieders gekeken worden hoe dat we de jongeren kunnen stimuleren om toch van het oude deel aanbod te kunnen genieten. Ja. Dus dat wordt nog vervolgd. Ja. Dank voor de toelichting. Misschien dat ik nog even kan aanvullen. Voor Cambio is het zo dat, de leerling of diegenen die rijles gaan krijgen, die moeten zich apart registreren. Dus dat is niet op de normale manier, maar zij hebben een aparte inschrijfknop. En afhankelijk van hun voorlopig rijbewijs kunnen zij dan wel zelfstandig met de auto rijden, als hun rijbewijs dat toestaat, en anders een begeleider naar keuze meenemen. En misschien ook een interessante is, in Mechelen hebben we 3 van die leswagens, waarvan er 2 eigenlijk al elektrisch zijn. En dat is iets wat we ook nog heel erg proberen naar voren te schuiven, omdat we ook merken dat veel mensen toch nog een drempel voelen om elektrisch te gaan rijden. Dus als we een van die eerste keer mee hebben om 1 auto's te delen en 2 elektrische auto's te delen, dan is dat helemaal top. Ja. Ja, dat kan een grote stap zijn. Dus goed om zo langzaam je kennis te laten maken. Dank. Ik wil even naar de volgende slide, want we willen jullie graag vragen naar jullie mening over dit webinar. Schuif even het balkje met de sprekers aan de kant om de QR-code te zien. We waarderen de input enorm. Dit was ook dus het laatste webinar van deze serie. En we zijn daarin ook heel benieuwd van waar jullie verder op het gebied van autodelen behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld meer informatie online of verdere webinars om meer de diepte in te gaan. Of meer in gesprek met andere gemeentes of partijen misschien. Daar horen we graag meer over, zodat we in de toekomst nieuwe dingen op dit gebied kunnen organiseren. Tijdens het invullen wil ik Steven nog vragen om een laatste vraag te beantwoorden. Ik zag wat voorbij komen over ouderen bereiken, dat nu veel aanbieders eigenlijk via social media communiceren, daarbij ouderen slecht bereiken. Dat ouderen het misschien ook een grote stap vinden en liever samen met iemand daarmee kennis maken. Hoe kun je ook die oudere groep goed bereiken? Ja, zoals ook Wouter een beetje, de oudere groep is iets meer traditioneler. Daarbij kan je natuurlijk beroep doen op het gemeente- of huis-aan-huiskantje, denk ik, dat het ook noemt. Oudere doelgroepen gaan vaker ook dat soort media doornemen. Dus daar kan je eigenlijk mensen gaan al een eerste idee geven wat deelauto's net inhouden in die gemeente. En daar bijvoorbeeld ook een telefoonnummer bijvoorbeeld van een mobiliteitsmedewerker van de gemeente aan koppelen. En als zij vragen hebben, gaan ouderen vaak moeten bellen of bij mensen langs willen gaan om eens zichzelf te informeren. Dus dat is een eerste stap die je wel kan doen om het gekend te maken bij ouderen. Een tweede is natuurlijk, waar je ook moet naar kijken, is wat de alternatieve oplossingen zijn voor ouderen in de gemeente. Vaak zie je toch ook dat er een soort centraal is die ouderen eigenlijk aan de hand van vrijwilligers doen zich verplaatsen in de gemeente als zij minder te been zijn. Dus dat is eigenlijk ook een mooie aanvulling om het ook via die weg gekend te maken. Stel dat een oudere persoon daar beroep op doet omdat hij of zij geen auto heeft, om het ook langs die kant misschien kenbaar te maken dat ze ook wel ergens een auto ter beschikking hebben die ze niet moeten kopen, maar dat ze vrij kunnen gebruiken. En dan is het natuurlijk ook zaak om die drempel zo laag mogelijk te houden, dat ze bijvoorbeeld geen smartphone moeten hebben om daar gebruik van te maken, maar dat ze bijvoorbeeld ook een andere oplossing kunnen hebben om die auto te gebruiken en dan ook te betalen. Hè. Want dat zien we ook vaak, dat ouderen geen smartphone hebben en daardoor ook wel een barrière hebben om een QR-code, bijvoorbeeld zoals we nu ook vragen, te scannen om een auto te ontgrendelen of dergelijke. Dus belangrijk is vooral dat zij zich gaan richten tot de gemeente om misschien wat meer informatie te hebben en dat je ook wat de drempel tot de telefonische communicatie zo laag mogelijk houdt. Ja, precies. Goed om daar bij stil te staan wat precies de drempels en de goede kanalen zijn. En ook juist met zo'n automaatje kan een hele goede oplossing zijn voor mensen die inderdaad zelf minder mobiel zijn.
Hartelijk dank iedereen voor de aanwezigheid. Ik zie dat het 12 uur is, dus we gaan het afronden. We zien jullie graag terug op andere momenten en plekken. In de toolkit auto delen bijvoorbeeld, waar binnenkort dus ook meer informatie over de communicatiekant te vinden is. En neem vooral contact op voor verdere vragen en we zien jullie evaluatieantwoorden graag tegemoet. Hartelijk dank en fijne dag.